Hoi, welkom op mijn kanaal. Ik ben Shree en ik heb voor de zoveelste keer mijn eerste YouTube video die ik nu maak. Alleen is het de eerste keer dat ik het in het Nederlands doe, want ik deed het elke keer in het Engels. En toen, een maand later, was ik van zo, dit is ongemakkelijk, dit ga ik nooit meer terugkijken, dit hoeft niemand te zien. En waarvoor staat dit online? Dus ik heb het elke keer weggehaald. Ik heb misschien wel 2 keer of 3 keer mijn eerste YouTube video gemaakt. Ik was van, waarom doe ik het niet gewoon in het Nederlands wanneer ik in Nederland woon? Ik praat Nederlands, ik ben niet geboren. Ja. Mijn kat ligt hier naast me. Maar ja, waarom doe ik het niet gewoon in het Nederlands? Ja, er is gewoon geen logische verklaring waarom ik dat nooit eerder heb gedaan. Een reden waarom ik het ook in het Nederlands nu doe is omdat ik gewoon echt een goed spraakgebrek heb. Niet een echt spraakgebrek, maar ik kan nog gewoon. Ik kom vaak niet uit mijn woorden in het Nederlands. Laat staan dat ik in het Engels gewoon vlekkeloos praat. Dat gebeurt dus nooit. Ook wanneer ik dan 6 uur aan materiaal had, dacht ik van, oh, dat is cool, ik kan een kapot lange video maken. En dan was het van, hier kan ik maar 10 minuten uit krijgen, want alles, de zinsbouw klopt gewoon niet. Ik praat echt gewoon poep. En het slaat gewoon echt nergens op. Dus ik dacht, laat ik het eens in het Nederlands doen. Ook heb ik het gevoel dat ik in Nederlands meer kan laten zien wie ik ben. Want ik kan geen grapjes maken in het Engels, want dat klopt niet. Dus ik doe het gewoon in het Nederlands. Zoals je misschien ook hoort, zeg ik vaak, dat is in het Engels nog irritanter. Maar in ieder geval, voordat ik verder ga, ik zal me voorstellen. Ik ben Shree, ik ben 18, volgende maand 19. Waar ik niks aan heb, want ik wilde leuk naar allemaal festivals gaan. Met mijn vriend samen en wat vrienden. Maar ja, hè, dat gaat allemaal niet door. Maar in ieder geval staat Awakenings voor volgend jaar gepland. Mystic Garden staat voor volgend jaar gepland. Ik had dit jaar ook nog wel wat andere festivals die al gepland stonden. Maar kan nou helemaal niet. Maar ik ben dus Shree. Ik ben 18, bijna 19. Zoals je ziet ga ik ook vaak off topic. Ik heb een vader, een moeder, 2 broers. Ik ben de jongste thuis. Ja, en ik heb een kat, die is 8. Dus ik ben niet echt de jongste, maar ik ben de jongste van de familie. En ik heb een vriend. Ja, dat is wel zo'n beetje. Als je meer dingen wil weten, moet je het even in de comments laten. Dat is het enige wat ik denk dat je echt moet weten. Nou, misschien mijn afkomst. Ik ben half Surinaams, half Nederlands. Met nog een mix van... kattenharen. Met nog een mix van... Italiaans, Antilliaans, Chinees, weet ik het allemaal. Maar we houden het op gewoon Surinaams-Nederlands. Dat is makkelijk. Als je misschien ook afvraagt waar gaat dit kanaal... Misschien vraag je het helemaal niet af. Maar waar gaat dit kanaal over? Nou, ik vind het superleuk om mijn haar te doen. Zoals je kan zien, ik heb krullend haar. Ik heb het maar gewoon vastgedaan, want los ziet het er niet uit. Ik weet nu hoe je een beetje je haar moet verzorgen. Nou, dat wist ik sowieso wel een beetje. Maar ik heb nu echt gezond haar. Ik heb hier voornamelijk rood met blauw haar gehad. Toen was het dood. Toen heb ik alles afgeknipt. En toen ben ik opnieuw begonnen. En nu is het maar ongeveer tot hier. Dus ja. Waar het ook over gaat is gezichtsverzorging. Want ik gebruik nu al een aantal jaren Koreaanse gezichtsverzorging. Of skincare, hoe je het wil noemen. Ik heb een goede routine na al die jaren gecreëerd. En ik had hele erge acne op mijn wangen. Je ziet nog wel alle littekens. Maar die vervagen eindelijk. Dus ik heb gewoon de key gevonden om dat te fixen. Ook ben ik nu bijna 25 kilo afgevallen. Nou, ik ben nu 20 kilo afgevallen. Maar er moet nog 5 tot 10 kilo af. Dus laat zeggen, bijna 25. Als jullie daar meer over willen weten, zou ik ook een video maken. Waar het nog meer over gaat. Ik vind sport ook heel interessant nu dat ik wat meer gewicht eraf heb. En het ook kan doen. Ik heb sport altijd wel leuk gevonden. Alleen, ja, nu is het nog leuker. Omdat je meer effect en resultaat ziet. Mijn kanaal gaat ook over familie, want ik hou gewoon heel veel van mijn familie en zonder hun ben ik gewoon nergens. Of zou ik gewoon nergens zijn, laat ik het zo zeggen. Ik zou het sowieso over verzorging hebben in het algemeen. Ik research alles, dus als je dingen wil weten over een onderwerp waar je niet veel van af weet, kan ik voor je research, kan ik daar een video van maken. Ik ga waarschijnlijk ook in de toekomst misschien wel game video's maken, maar dat weet ik niet zeker. Voor mij zul je geen gezicht beauty make-up video's zien, want ik draag al tijden geen make-up. Het enige wat ik soms draag is naar festivals poeder op mijn gezicht, omdat mijn gezicht gewoon de hele dag door shined.
En dat willen we soms even wegwerken. Maar voor de rest draag ik echt nooit make-up. Dagelijks leven niet, nee. Ik heb wel, als sommige Jeffree Star en Shane Dawson kennen, ik heb dat palet gekocht. Uiteindelijk iets van 85 euro voor betaald. Want invoerrechten, verzendkosten, et cetera. Echt onnodig, want ik ga het niet gebruiken. Maar het was wel een leuk collector's item. Ook zou ik misschien vlogs maken over dagelijks leven. Of wanneer ik me moet voorbereiden voor... Moet voorbereiden. Wanneer ik me ga voorbereiden voor een festival of iets. Want... Ja, dit is niet een hele lange voorbereiding. Want het enige wat het is... Mijn vriend en ik doen muziek op. Gaan een beetje alvast... gewoon jansen. Ugh. We gaan gewoon een beetje... Gewoon alvast de muziek luisteren die op dat festival komt. En meestal gaan we naar technofestivals. Dus dan weet je wel wat voor muziek er komt. Ook wil ik dit kanaal maken. Omdat ik het super leuk vind om dingen terug te zien. Ik vind het alleen maar een leuk ding om dingen terug te zien. Wanneer het gewoon nergens op slaat. Ook waarom ik deze video's wil maken is omdat ik eigenlijk alleen maar Engelse of Amerikaanse of andere soort YouTubers kijk. Alleen de laatste tijd kijk ik wel een aantal Nederlandse YouTubers en ik vind het eigenlijk super leuk. En het is veel leuker om te zien als zij wat doen of als ze wat kopen of wat dan ook, dat ik dat ook kan halen of doen. Want het is gewoon in Nederland in plaats van dat ik allemaal dingen zie waarvan ik denk, oh dat is top, maar ik ga niet even naar Amerika vliegen en een rondreis maken, weet ik het. Ook zou ik misschien video's maken over kleding, fashion. Ik ben nu veel afgevallen, dus voel me ook comfortabeler om andere dingen te dragen. Zoals je ziet, dit is bijvoorbeeld veel te groot. Alleen ik hou gewoon van oversized t-shirts. Ook toen ik al groter was, nu ook. Dan kan ik namelijk zonder BH naar buiten, zonder dat het iemand boeit. Maar in ieder geval, ik voel me dus comfortabeler in mijn lichaam. Mijn benen zijn afgeslankt, mijn buik is afgeslankt, et cetera. Dus ik zou ook wat revealinger... kleding dragen. Ik heb er ook nooit problemen mee gehad bij andere mensen of bekende mensen die meer lichaam of skin laten zien. Daar is niks mis mee. Als jij jezelf maar comfortabel mee voelt, dan is er niks aan de hand. Ook zal ik video's maken over piercings, want ik heb er nog een aantal. Ik heb hier één, daar. Ik had er daar eentje, maar na anderhalf jaar zat hij nog steeds irritant te doen, dus die heb ik eruit gehaald. Maar ik heb 3 gaatjes hier, 3 gaatjes daar. Dat was het. Maar in de near future ga ik een navelpiercing zetten. Dat weet ik wel zeker. En sowieso ga ik meer oorpiercing zetten. En voor de rest weet ik het nog niet. Maar dat vind ik leuk. Vind ik tatoeages ook heel leuk. Ik heb er niet zoveel. Maar er komen meer aan in de toekomst. Dus daar zou ik ook video's over maken. Gewoon het leven. Ik vind het gewoon leuk om het leven te documenteren. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden om te kijken. Misschien denken sommige mensen van waarvoor begin je nu? Ik wilde eigenlijk altijd al een YouTube kanaal sinds dat ik 12, 13 was. Alleen toen vonden mijn ouders te jong. Waar ik het zeker nu ook mee eens ben. Want ik heb zelfs vorig jaar toen ik, een jaar ervoor, anderhalf jaar geleden. Toen ik 17 was, heb ik video's gemaakt dat ik achteraf dacht, waar gaat dit over? Heeft dit wel nut? Ik had het wel eerder kunnen doen. In Nederlands en had ik het misschien minder ongemakkelijk gevonden. Maar ik denk dat ze mij die meest ongemakkelijke fase hebben bespaard. En zeker nu dat ik ook 18 ben. Ik ben maar 18. Maar veel mensen die me kennen. Ik kom volwassener over dan dat ik ben. Mijn vriend is bijvoorbeeld ook 24. Dit wordt een beetje zo'n kanaal dat alles bij elkaar komt. Gewoon van alles en nog wat. Ik doe gewoon dingen die ik leuk vind. Ik hoop dat jullie ze ook leuk vinden. Als je suggesties hebt voor video's of als je wat afvraagt of iets in die richting, kan je het ook gewoon in de comments zetten. Ik sta open voor alles. Misschien wel een beetje over mijn persoonlijkheid. Ik ben erg uitgesproken. Als ik ergens niet mee eens ben, ben ik niet ergens mee eens. Maar als iemand gelijk heeft, heeft iemand ook gewoon gelijk. Ik heb heel erg, zeg maar, ook als ik naar feesten ga en ik ontmoet mensen, dan klik ik altijd wel heel goed. En zeker ook gewoon op de feesten waar ik kom, is iedereen lief. Dus dat is top. Ik ben daar dan ook gewoon aardig tegen de mensen om me heen. Maar in ieder geval, ik ben altijd vrolijk ook. Dat is ook niet waar. Ik raak snel geïrriteerd. Ik ben wel, als ik blij ben, ben ik echt blij. En ja, dat is het meer. Maar als iemand me ziet in het openbaar, dan moet je gewoon hoi zeggen. Ik denk niet echt dat het gaat gebeuren, want dit is mijn eerste video. Maar in ieder geval, je kan me altijd aanspreken. Ik kan me altijd een bericht sturen. Ik heb ook een Instagram. Dat is Shardee
Surinaams.thee volgens mij. Ja, ik had andere social media. Ik heb ook wel Facebook en of Snapchat. Maar Snapchat heb ik verwijderd van mijn telefoon. En Facebook kijk ik 1 keer in de 2 weken op. Dus dat heeft niet heel veel nut. Maar op mijn Instagram zie je ook meer over mijn dagelijks leven. Ik film altijd mijn kat. Ik weet niet, ik vind mijn kat heel leuk. Ik film gewoon mijn leven. Misschien nog mijn verdere weight loss journey. En dat was het wel zo'n beetje. Ik denk dat ik wel echt iets heel belangrijks ben vergeten. Maar ik kom er nu even niet op. Als ik erop kom, zet ik het hier. Jullie zijn in ieder geval welkom op mijn kanaal. Iedereen is welkom. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Of leuk gaan vinden. Want er staat nog geen content op mijn kanaal. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie hier, net als ik, wat ik heb, zeker tijdens de quarantaine, dat je gewoon leuke filmpjes kan kijken om je gedachten af te halen. Ik heb dat probleem niet echt heel erg, want ik heb best wel veel te doen elke dag. Maar als je zeker eventjes wil relaxen of wat anders dan wat je op tv ziet of wat dan ook, vind ik het altijd fijn om een leuk YouTube video te kijken. En ik hoop dat jullie het ook mijn video's leuk zullen vinden om te kijken. Dus ja, dat was het zo'n beetje. Welkom, abonneer, volg me op Insta. Ja, gewoon dat soort dingen. Ja, thanks. Oké, nou, dank voor het kijken. Doei!